Hey mensen van Matchup Games en welkom bij een nieuwe Thief. De vorige keer zijn we binnengegaan in de Asylum en ik heb me flink partij lopen scheiden in mijn broek. Door vooral allerlei geluiden die ik lijkt te horen of denk te horen of weet ik veel wat. In ieder geval, we gaan gewoon weer verder zoeken, want we moeten hier toch door. Ik scheid hem zo hard, jongen, dat is echt niet normaal. Oké, headaches. The headaches are getting worse. Some days I can barely see straight. I should be documenting my symptoms, but they come and go so rapidly at times that I'm not sure I felt them at all. All I can discern is that they seem to grow stronger the closer I am to Dr. Huntfield's patients. But that shouldn't have been possible. Oh, that shouldn't even be possible. Ik dacht, wel een rare zin. It could just be the mental strain of blocking out all the screaming. I swear, he torments them on purpose. When he knows it's my shift. I guess I should add paranoia to the list of symptoms. Want hij denkt meteen dat het gebeurt. Dus hij krijgt degene die dit heeft geschreven, krijgt hoofdpijn van het in de buurt zijn van deze Dr. Huntfield's patiënten. Ik heb geen idee of het gewoon random scribble notes zijn of dat ze echt daadwerkelijk iets betekenen. Ik voel me iets veiliger als ik gewoon een pijl en boog heb. Ik weet niet waarom. Maar ik voel me gewoon iets veiliger als ik dat ding in mijn hand heb. Geen idee, want het is denk ik helemaal niet zo. Oh, hier gaan we weer iets van het slot halen. Ga ik weer enige geluidjes horen? Nee. Ja, kom dan. Ik hoor iets, maar ik hoor niet precies wat het is. Of ik hoor, of het is daadwerkelijk niks en het is gewoon de paranoia in mijn hoofd. Ik was zeker degene die stapte. Ik hoorde stappen. Dat was ik waarschijnlijk zelf. Dit was voor niks. Waarom kan ik me eigenlijk hier even stoppen? Waarvoor is het mogelijk om je te verstoppen? Want kijk, ik snap het, dit soort dingen die horen gewoon in een asylum ook, omdat hier ooit geleefd is door mensen. Dus dan moeten er ook van die kledingkasten zijn. Maar is het echt gewoon puur daarom dat ze erin zitten? Want waarom zouden gamemakers anders bedenken om die erin te doen? Nee, niks onder het bed. Daar kan ik niet in. Dat is ook toch niet waar ik heen moet. Oeh. Oh, hier is alles tegen het raam gegooid. Oh man, ik poep hem zo hard. Ik zweer het je, dit is echt niet leuk meer. Nee, er ligt niks achter. Hé, hey, daar ligt iets. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Oké, dat is toch dichtgeboord. Ik weet dat ik daarin moet, maar ik wil toch nog heel eventjes rondkijken. Voor shit. Voor kostbare shit die mij geld oplevert. Kastjes. Laatste keer dat ik een kastje openmaakte, viel er een glas uit. En het kan best zijn om mij alleen maar bang te maken, maar ik heb daarmee wel al voor gezorgd dat iedereen weet dat ik hier ben. Iedereen die tenminste hier in de buurt is. Hier, dat, ik zweer het je, dat was geen van, oh my god, ik schrok trouwens vanwege, daarom keek ik om, met mijn headset kwam ik tegen mijn trui aan en daardoor maakte ik bij mijn rechteroor geluid, die jullie waarschijnlijk niet horen, maar ik weet zeker, dat ik dit me niet verbeelde, dit was in-game. Dit was in-game. Er kwam geluid. Niks. Dankjewel. What was hidden must be uncovered, no?
Wie zei dat? Wie moet ik stoten? Dit is wel iets wat ik kan lezen, wel. Ik dacht al, hè? Waarom kan ik dit niet lezen? Wie zei dat? What the fuck? Heb ik echt stemmen in mijn hoofd of spookt het hier? Patient 29 is showing remarkable progress following the removal of patient 18 from the woman's ward. He has become both tractable and agreeable. One could assume he is almost his normal self. Thought I admit I am keen to see him in the treatment center for further study and analysis. His condition is not currently severe enough to warrant a transfer to reformation. However, if he were to resume his previous demonstration of anxiety, he must never forget that the bonds of mental illness are both invisible and insipid. He may require treatment yet. Maar ik weet zeker dat ik me nu dingen niet loop te verbeelden. Ik weet zeker niet alleen dat hier geluid vandaan kwam terwijl ik het aan het lockpacken was, maar dat ik een stem hoorde. En dat was niet Gareth. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat Gareth niet een of raar stemmetje op loopt te zetten om mij bang te maken. Waarom zit er een gat daar? En ligt daar wel shit. En de key. Dat is de key, geloof ik. Oeh, dat was een muis. Probeer ze me nou te laten schrikken met een muis? Er zijn vele engere dingen al in deze game. En dan moet ik schrikken met een muis. Kijk, geen idee hoe je dat uitspreekt. I found a special today. Dat woord kwam ook in Tomb Raider van. Ik noem daar altijd Cashy, dus ik noem het gewoon Cashy. I found a special Cashy today, left by someone like me. Little piece of copper coin as old as the city. And a strange painting, we think the same way. So there must be more. There's a noise in the walls. Sometimes a clicking that sounds like my heartbeat. I have to have it. I will have it soon. Oké. Maar jullie proberen mij te laten schrikken met een muis. Er zijn al letterlijk jumpscares geweest in deze game. Er zijn monsters geweest in deze game. En ze denken, nou, nu zijn we echt eigenlijk door vrijwel alles heen. We geven hem nog alleen een muis. Dan schrikt hij zeker. This should get me into the female ward. Zo, kom man, nu kan ik daarin. Yay, want Erin is een vrouwtje, dus dan zal het ook wel zijn dat... Had ik die deur dicht gedaan? Ik dacht dat ik die deur juist open had gedaan, want ik keek naar die deur zo van, zal ik hem dicht doen of open? En ik koos ervoor om hem open te laten, zodat ik ten alle tijde blijf zien wat er gebeurt. En dat papiertje, dat hing er geloof ik net nog ook niet. Oh. Ik zag daar iemand. 1,000,000% zeker, daar zag ik iemand. Wat zijn al die geluiden? Loopt er iemand op de trap? Oh my god. No loitering in the halls. No noise making in the rooms. Keep doors closed. Oh. Dat was de Warren en omdat deze deur open stond, heeft hij hem denk ik dicht gedaan. Ik hoor allemaal shit. Waarom heeft hij dan alleen mijn deur dicht gedaan? Maar ik ga nu broadside arrows gebruiken in het geval dat hij daadwerkelijk komt, jongen. Ik weet gewoon dat het niet iemand kan zijn. Ik denk dat het gewoon verbeelding is of weet ik veel wat. Maar toch, dit is een lift. Ik weet niet wat ik hoor. Ik weet niet of wat ik hoor ook daadwerkelijk iets is.
Of dat dat gewoon... Fuck off! Is dat iets? Is dat iets of is dat mijn verbeelding? Of is het een onzichtbaar monster? I don't fucking know. I don't know what that is, jongens. Is dat iets of is dat niets? Is dat mijn verbeelding? Is dat... spoken? Is dat... Wat is dat? I don't fucking know, man. En ik zweer het je, ik denk dat ik het ga opzoeken of er daadwerkelijk hier iets is. Ik ga denk ik opzoeken of er hier daadwerkelijk iets is wat mij damage kan doen, want het maakt herrie, dat ding. Het maakt herrie, dus ik ga gewoon op mijn telefoon, ik zet mijn timer even stil en ik ga gewoon opzoeken op mijn telefoon of er iets is hier, want ik zie daar mijn beeld bewegen. Maar ik zie niet duidelijk of het dichterbij er komt of niet. Ik schoot er al een pijl naartoe, dat deed niks. Ja, oké, het was maar een stompe arrow, zeg maar, zo'n... Ik ben even de naam kwijt, maar toch... Laat ik het even opzoeken. Oh my god. Ik ben gewoon letterlijk... Ik heb alleen maar Thief, Asylum. En ik zie... drie dingen. Save, Walkthrough, Invisible Monster. Ik klik even Invisible Monster aan. Even kijken wat ze op Steam Community zeggen. So I hate Moira. Scary creepy place isn't for me. I'd rather just burn the building down. Regardless, I'm going to achieve and I'm looking for all the collectibles, which means I have to man up and stay in the asylum for a while. In principe wat ik ook doe. Right now, I'm not very far in. I haven't even been to the woman's ward, net zoals ik. I'm essentially searching every room I come across. I knew I'm in my previous playthrough, which I ran through pretty much, I didn't encounter any enemies until I activated the generator downstairs. Okay, dus dat is een klein beetje een spoiler, excuse me. Armed with this knowledge, I figured I would shit myself till at least then. I wouldn't shit myself. However, I start hearing what I think are footsteps, dat had ik dus ook, and slow moan or growl that is slowly and steadily increasing in volume. Yeah! Something just showed up and did something to me. Completely invisible, all I saw was a disturbance in the air, wat ik dus ook zag. I've changed my pants, I'm currently in the fetal position eating Cheetos and ice cream, telling myself I won't ever play Thief again, and I won't have nightmares for the next few years. I'm 24 years old, what the fuck just happened in the game and why? Oftewel... Dat ding wat ik dus zie, is daadwerkelijk ook iets. En als ik dat tegenkom, zal dat mij ook wel wat doen. De vraag ook mensen, what did it do? I went through the chapter just now and there was no real enemy till the generator. Dus er komt, was een enemy bij de generator. Nou, dat is dus iets wat ik dan heb gespoild voor mezelf, maar dat maakt niet uit. It like bit me or something, as it growled I might add. I couldn't tell because it was invincible, Garrett passed out. Then a short time later got up and it was missing more health. It's about to happen again and I'm going to scream like a banshee and fire all my blast arrows at it. I'll probably cry for an hour in fear, blah blah. Ik wil even kijken of iemand zegt... Oh, the air ripple should be the warden, dus dat heet dat ding. When you go into one of the rooms in the men's ward, the door will close behind you. Yeah? When you come back out, there will be a note on the wall saying that the warden is on duty. Die heb ik dus gevonden. Dat papiertje hing dus daadwerkelijk echt niet al van tevoren. It will have a list of rules, including no loitering in the halls, to close all doors. If you stand around in the hall, the warden will come find you. He'll also wander around closing the doors. As long as you are in a room, you're okay. You can see him... making his rounds, or at least see the air ripple. Oftewel, als ik het goed begrijp, is het dus zo, je kunt niks doen tegen de warden. Het enige wat je kunt doen, is je aan de regels houden die ik dus net vond op de muur. Wat betekent, je moet dus in je kamer blijven, je moet niet te veel herrie maken, dus je mag niet rennen. En je moet alle deuren dicht doen. Pakt die je, ben je fucked.
Oh shit. Ik zie het niet meer. I'm fucking care. I'm fucking out of here. What the fuck. Het is dus daadwerkelijk iets. Maar tot de generator zou ik geen andere enemies tegen moeten komen. Maar je hoort hem dus aankomen. The fuck? Exploiting shit? Fuck dat. Want Warden is on duty. En ik weet niet of dat trouwens ook hier is. But fuck it. Fuck it. Laat ik trouwens wel mijn timer hier vatten. Oh, excuus dat ik met mijn headset tegen de microfoon kom. Oké. Close all the doors, Stacehead. Closing the doors, I will. Ik weet niet of dat een goed idee was, maar om die deur dicht te doen, omdat dat mijn escape route is. Maar het zal wel. Ik ga gewoon in principe nou niet meer al te veel kijken, zeg maar, in die kamer. Die mens ward was één groot probleem. Ik heb eigenlijk dan weer niet gekeken of die warden ook hier komt. Maar ik hoor hem in ieder geval niet meer. Maar het was dus geen ding in mijn hoofd. Wat ik dacht van, oh, het is niks, maar daar moet, hey, dude, ik zweer je, doe maar één ding en ik neuk je moeder. Doe maar één ding en ik neuk je vader en je moeder. Oké, he's gone. Ik heb hem bang gemaakt, denk ik. Ik denk dat ik hem heb bang gemaakt en dat hij dat oké. Trouwens, ik ga dus naar heel. Perhaps there are some kind of medical records that could tell me more. Oké. I'm not going to any of these rooms, man. Oké, hoe kom ik binnen? Ik weet niet of de warden hier is. But I don't want to find out. Er ligt daar shit. Er ligt daar een poppy. I don't want to. Oh, je kunt daar niet in, oké. Ik heb de deur dicht gedaan. Don't be mad. Hoe kom ik erin? I need to go in there. But how? Oh, ik poep hem echt, jongens. Ik poep hem echt omdat ik nou weet dat er iets is. Wacht, daar staat iets of iemand? Oh. Ik zie niet of daar iemand is of niet. Ja, daar is iemand. Fucking hell, mate. Oké, hier ligt trouwens een hoop glas. Dus ik moet daar ook nog voor gaan op gaan passen. Man. Daar ligt wel iets. I don't like it here. I don't like it. I love it! Nee, grapje. Dat ook niet. I need to get in there. Maar er lijkt maar één mogelijke deur. En die is op dit moment afgesloten. Dus ik moet iets gaan zoeken in deze kamer. Het gaat gewoon niet anders. Het gaat gewoon niet anders dan dat ik door deze kamers moet gaan zoeken. Daar brandt licht. Ik zie daar een papiertje. Ik ga even het papiertje lezen. Oké. Lessons for mental health. 1. Repetition soothes the troubled mind. 2. A lack of excitement promotes healing. 3. Noise is the enemy of well-being. And 4. Obedience is the first sign of recovery. Waarmee ik dus bijna zou zeggen, dat slaat op de regels die ik zojuist heb gekregen.
Huh. Oké. En die dingen zijn... Wacht even, dan ga ik ook dit lezen. Die dingen zijn dus... De regels hier. War, Night Warden on Duty. Deze regels. No loitering in the halls. No noise making in the rooms. Keep doors closed. Oké. Okay. Patient 18 is an extraordinary creature. When not sedated? I don't know. She screams about thousands of voices and thrashes no violently that we to trample her restraints. The main phrase she yells is for some to wake up, but who she is talking to is unclear. Wacht, zegt Aaron ook niet altijd tegen mij dat ik wakker moet worden of zoiets? I had patient 22 brought into treatment room reserved several times. Pardon. In order to watch their interactions, he did not touch her, but became violent when removed from her presence. I can only hope Northcrest will allow me to attempt my new extraction technique soon. I had the device created specially for this task, and it would be a shame to let it rust simply because Elias can't handle a little blood. Oké. Aangezien ik niet weet of ik zomaar alsnog aangevallen kan worden hier, zet ik hem even op pauze. Want ik ga namelijk de aflevering afsluiten en het zou zwaar kut zijn als ik midden in mijn afsluiting werd aangevallen. Dus, ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze weer enorm fucking creepy aflevering in Thief Asylum. Moral Asylum in Thief. Ik ga denk ik nog heel eventjes wat meer informatie opzoeken over die woorden. Voordat ik verder ga met de volgende aflevering. Anders ga ik hem zo meteen echt daadwerkelijk 10.000 kleuren schijten in mijn onderbox. En dat wil ik niet. Dus ga ik heel eventjes wat meer informatie, zoals ik al zei, opzoeken over die woorden. Onder andere of die bijvoorbeeld aan de vrouwenkant, waar ik nu dus ben, kan komen. En in principe, als het niet zo is, zou ik dus tot aan de generator... Geen idee welke generator ze over hebben. Maar tot aan de generator... Geen enemies tegen moeten komen. Niks wat mij pijn kan doen. Maar die warden is dus iets wat daadwerkelijk wel pijn doet. En als het bij je in de buurt komt, dan ga je geloof ik knockie en word je wakker met iets minder health dan dat je had. Dus het kan je doden. En dat is niet cool. Oké, okay. In ieder geval. Voor deze aflevering ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering natuurlijk. Als je deze aflevering ook leuk vond... Ja, waarschijnlijk alleen als je het leuk vindt omdat Michael in zijn fucking onderbox 10.000 kleuren schijt. Nou, vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Thief. En tot de volgende keer. Later! Doei!